gaan we ook op de fiets naar onze bruiloft, denk je? Ah, dat is wel stoer. Dat kan best. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag. En Tuur en ik hebben net lekker ontbeten. Nou ja, lekker. Het was havermout, maar het was wel gezond, denk ik. En gaan nu hardlopen, denk ik. Want we hebben nog niet heel erg veel tijd meer. We hebben 12 uur een afspraak bij onze trouwlocatie. Dus het is inmiddels 10 uur. We hebben nu een uurtje dus om te lopen. Als Tuur nu komt. Het was echt zweten vandaag, maar wel echt heel lekker. Als je dat maar eenmaal gewoon accepteert dat je zweet, dan valt het altijd wel mee. En het ergste zweten begint altijd pas als je thuis bent. Heb je dat ook, Tuur? Tuur zegt. Anyway, 35 minuten duurloop en daarna 10 keer 150 op 5 kilometer tempo. En nu lekker douchen. Want hoe erg ik het zweet ook niet vind, zeg maar. Hoe lekker ik het wel vind om te douchen. Oh my god. Hoe ging het bij jou, Tuur? Lekker. Ja. Wat zit toch op mijn knieën? Oh, een haar. Heb je 10 keer 150 gedaan? Ja, dat moest toch? Stond op het schema. Ik leefde echt on the edge vandaag. Ik kan dan maar 1% batterij op horloge. Anne Merel wil hier trouwen langs dit fietspad. De bespreking hebben we gehad. Nu gaan we lekker lunchen. Och, dat broodje van Tuur ziet er ook goed uit. Zonder die salade. En zoete aardappelfrietjes. Looks so good. Is alles besproken voor de bruiloft? Ja, we kunnen trouwen, Tuur. Ja, volgens mij zijn jullie er bijna klaar voor. Ja, zijn we klaar voor trouwen? Nee. Het wordt nu wel echt. Echt. Echt, ja. Het gaat nu wel echt gebeuren. Ja. Het is nu niet meer voor de grap. Just say yes, toch? Yes. Yes. Oké, zullen we gaan fietsen? Yeah. Gaat weer op de fiets. Gaan we ook op de fiets naar onze bruiloft, denk je? Ah, dat is wel stoer. Dat kan best eigenlijk. Nee, niet met mijn jurk. Oh nee? Dat je hebt toch een kort jurkje? Ja. Oh ja. Het is zaterdag en dat is pasta pesto dag. Dit is mijn. Dit is Tuur, want Tuur gaat morgen fietsen. Ik ga morgen proberen Anne Merels broer zijn Tje. Broertjes afstandrecord te verbeteren. Dat is 115. 115 kilometer op een mountainbike. Ja, hij heeft... Heb ik pesto aan mijn mond? Heb je al gegeten dan stiekem? Ja, ik heb de lepel afgelikt. Ik zeg het maar eerlijk. Oké. Ik heb al lekker mijn pyjama aan. Oh, sorry. Die moet gapen. En als ik iemand zie gapen, moet ik ook altijd gapen. IJsje, gaat dat niet smelten nu? Nee, we gaan wel zo ijsje eten. Maar ik zag al tussen de vragen van vandaag staan of wij nooit een toetje eten. Maar wij eten bijna iedere avond een ijsje. Oh ja. Vaak deze Liuk citroenijsjes met een dropstaafje. En we eten iedere avond zo'n chocoladebal van Lindt. Iedere avond? Nou ja, bijna wel. Echt? Misschien wel 2 of 3. Vandaag maar 1. Anyway. Nee. Dus dat. We hebben alvast 1 vraag beantwoord. We zijn Bridget Jones Diary aan het kijken. Compleet verkeerde volgorde, want eerder deze week hadden we al Bridget Jones Baby gezien. Ik heb echt de allerleukste verloofde ever. Want die wil gewoon deze films met mij wel kijken. Everything I do it for you. Nee, het is wel leuk. Ja, toch? Ik vind het van wel. Het ja, past de 25e keer dat ik deze film kijk. Dus. Wie ben ik dan? Darcy? Jij bent wel de goeie, ja. Yeah, the good guy. Oké, we gaan vragen beantwoorden. Tuur is nog even met iets anders bezig. Maar die komt er zo ook bij.
MB vraagt wat mijn hartslag is en in welke zones ik loop. Ik loop met duurlopen in zone 1 en dat is voor mij een hartslag onder de 150. En mijn drempel ligt rond de 171, 172. Toch, Duur? Ja, dat klopt, ja. Hé, hey, je bent er wel! Ik ben ervan chillen. Wat vinden jullie van compressiekousen? Ik heb vaak stijve kuiten de dag na hardlopen. Ik ben ook een enorme beginner die na 3 maanden nu de 5 kilometer redt. Supergoed. En ook pas 51 toen ik ermee begon. Anyway, die kousen wel of niet. Ik weet niet of het nou echt bewezen is dat het helpt. Maar je kunt het allicht proberen. Volgens mij is het idee dat het de bloedcirculatie stimuleert. Dus je zou het kunnen proberen, maar ik weet niet of het... En het houdt ook je spieren toch meer bij elkaar, je kuitspieren? Ja, waardoor de klappen minder... Ja. Ja. En ik heb ook wel... Het is raar dat er nu een stem is, maar geen hoofd. Nee. Ik heb wel eens last van mijn kuiten gehad. En dan kon ik met die compressiekous toch wel doortrainen. Oké. Okay. Ja, dus ik zou het doen. Wel doen, oké. Okay. Ja. Moet je wel goed aan laten meten, hè? Ja, maar je hebt... Van Herzog. Geen reclame is dit. Nee. Kijken. Volgend jaar zijn de Special Olympics in Den Haag. Sascha van Boven doet mee en ze zijn op 12 en 13 juni. Dat is over precies een jaar. Ze vraagt of we komen kijken. Als wij dan in Den Haag zijn en iets te doen hebben, dan komen we zeker kijken. Toch? Ja, welke onderdeel wil ik weer doen? Dat weet ik niet. Voor mij wel iets met atletiek, toch? Ja, dat sowieso. Ja. Hebben jullie de nieuwe Airzoom Pegasus 37 al geprobeerd? En zo ja, wat vinden jullie ervan? Ik heb ze nog niet geprobeerd. Ik heb op dit moment echt een luxe probleem. Ik heb te veel schoenen. Maar ik wil ze wel deze week gaan proberen. Ik heb ze wel geprobeerd. Tuurlijk geprobeerd de loopband. Wat vond je ervan? Kun je misschien nu even met je hoofd in beeld komen? Of zou ik gewoon zo filmen? Nee, ik vond ze wel echt lekker lopen. Ze lijken een beetje op de Turbo's. Ik vind ze lekkerder dan de oude Pegasus. Ja, ze zijn wat stijver volgens mij, toch? Of niet? Wat minder slap? Ja, ik weet niet. Ik heb dus de Pegasus 35 en die heb ik als wandelschoenen. En die vind ik heel... alsof het pantoffels zijn. Ja? Ik heb niet echt... als ik die schoenen aantrek, heb ik nooit het idee van... nou, nu ga ik even hardlopen. Nee, ik vind het wel echt een hardloopschoen. De 37, ja. Iris R. zegt, wij hadden nooit zulke leuke gymlessen. Nou, Iris, je bent niet de enige. Mijn gymlessen waren ook nooit zo leuk als bij Tuur. Ik vond gym vroeger ook echt niet leuk. Maar ik denk dat als ik gym van Tuur had gehad, dat ik het wel had leuk gevonden. Alleen skateboarden had mij helemaal niet leuk geleken trouwens. Ik heb 1 keer op een skateboard gestaan en toen viel ik. Vallen. Het leven is vallen en opstaan dan meer. Dat is heet trouwens. Maar bedankt voor de complimenten. Volgens mij waren dit de vragen, Tuur. Ik denk altijd, als ik de gymlessen leuk maak, dan doen de kinderen ook leuk. Jeetje, wat een toch? Warmte. Ja. Hoor je dat niet wat ik zei? Ja, als jij de gymlessen leuk maakt, dan doen de kinderen ook leuk. Ja. Ik luister wel. Als ik lief ben voor Meertje, dan is ook lief voor mij. Ja. Meestal wel. Het is ook niet echt moeilijk om lief te zijn voor jou, hoor. Nee. Wij zijn er gisteren achter gekomen dat we niet over 9 weken gaan trouwen, maar over 10 weken. Hadden we dat niet genoemd? Ja, dat heb ik eruit geknipt. Oh, oké. Okay. Ja, het is wel heel bijzonder. Dus vorige week dachten wij dat wij over 10 weken gingen trouwen. En nu gaan we nog steeds over 10 weken trouwen. Ik hoop dat we nog wel een keer gaan trouwen dan. Ja, we hadden ook helemaal verkeerd gerekend met Have a Good Summer Run. En dat is dus nu 11 weken in plaats van 10 weken. Omdat ik gewoon, ik heb 1 keer heb ik het uitgerekend. En toen was ik zo enthousiast over mijn plan. Dus toen heb ik het niet nog een keer nagerekend. Ik heb gewoon altijd gerekend met die datum in mijn hoofd. Echt raar. Ik ben dus niet zo heel goed met dat soort details. En jij hebt gewoon niet eens nagekeken. En volgens mij heeft bijna niemand van Have a Good Summer Run is erachter gekomen dat het 11 weken is in plaats van 10. Ik vertrouw jou altijd. Ja? Dat is in veel gevallen ook wel echt een goed idee, maar in dit geval niet. Maar het boek heeft dus maar 10 hoofdstukken. Maar er komen wel 11 schema's. Maar het boek heeft op dit moment pas 3 hoofdstukken. Maar... Nou, hoofdstuk 4 heb je ook al geschreven, toch? Je moet er wel nog 1 keer checken en zo, inspreken, dat soort dingen.
Er is een. En hoofdstuk 5 gaat over kracht, toch? Ja, en hoofdstuk 6 gaat over. Dus als jullie iets over, als jullie iets over kracht willen weten, krachttraining, dan kan je dat hieronder stellen, die vragen, toch? Ja, kan. Maar dan, alleen de mensen die Have a Good Summer Run doen, weten dan het antwoord. Dus ik kan beter in de Facebookgroep vragen. Oh ja, ja. Anyway, wat gaan wij doen? Tuur, gaan we lekker lezen en zo in bed? Ja, ik ga vroeg naar bed. Want ik ga morgenochtend fietsen, want het wordt mooi weer, weinig wind. Ik weet nu al dat jij morgen gaat klagen over het feit dat jij er zo bij hangt in de vlog. Oh echt? Ja, jij klaagt er altijd over. Ja. Dan lijk ik een beetje lui. Dat ben je niet hoor, maar ik heb gewoon een drukke dag gehad. We gaan nu lekker slapen. Een mooie dag gehad, toch? Ja. Ja. Have a good run tomorrow. Enjoy your run. Het is ook allemaal pesten tussen je tanden. Oh echt? Dankjewel voor het kijken. En tot morgen weer een nieuwe vlog. Zo, die zie je. Oh, die lucht. Ja? Oh my god, kijk. Je kunt niks zien. Huh? Nee.